allemaal niet meer. In de Merwede stijgt het water weer richting het peil van 2018. De coupure is nog open. Het voetveer bij Woudrichem is al buiten gebruik gesteld. En de eerste watertoeristen zijn al verschenen. Het water is lekker hoog. Wat vinden jullie ervan? Leuk. En het is wel heel koud. Het is heel koud. Ja. Maar krijg je dan straks lekkere warme chocolademelk, denk je? Ja. Wat hebben jullie net gedaan, meiden? Kanoot op de weg eigenlijk. Op de weg? Ja. Hoe vonden jullie dat? Leuk. En dat is morgen als het gaat sneeuwen en vriezen. Ga je dan weer kanoën? Nee. Denk ik niet. Het rood is net zo rood als het bord ondertussen. Er zijn nu heel erg veel watertoeristen, maar er zijn twee soorten van. Dat zijn eigenlijk de semi-ramptoeristen en de echte watertoeristen. We hebben even gekanoed met drie kinderen hier de haven rond. En over de weg kanoën en over de parkeerplaats gekanoed net. Want ja, dat kan nu. Dat is natuurlijk uniek. Dat gebeurt één keer in de 10 jaar of zo dat we dat kunnen doen. Dus dat was wel erg leuk. En waar zijn jullie allemaal geweest? En heb je nog last van de stroming gehad? Ja, de stroming is best wel sterk hier. Met name als je hier over het pad kanoot, dan word je snel de bosjes in gedrukt. Maar we zijn de haven helemaal rond gekanoot en tot bij de pont net. En eigenlijk overal waar je normaal gesproken niet kan kanoën, hebben we gekanoot. Is het water nu hoger als jaren geleden? Ja, het is eigenlijk elk jaar wel een week of soms 2 weken hoger dan normaal. Waarbij de schepen hier in de haven een ander plekje moeten zoeken. Dat is hier aan de Jachtensteiger. Maar zo hoog als het nu is, dat maken we denk ik misschien één keer in de tussen de 5 en de 10 jaar mee. En het wordt dus nog hoger.